Dat kun je wel zien, dat zijn zij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Goedemorgen, het is nog donker, zo even licht aan het. We gaan Sarah nu wakker maken. Die ligt nog een diep slaap, ook weer lekker scherp. Hallo. Ik ben echt nog slaperig. Ik heb net 2 minuten geleden of zo, 5 minuten voor mijn wekker zo in één keer wakker. Dus ik moet nog net even komen. Goed. Is de eenjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben jij. Dat vinden wij alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen blij, 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 blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera! Hiepe 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 de piep, je bent 6! Hoera! Je had er 5 geteld! Nou, gaan we kijken hoe lang je bent, hè? Wil jij hem naar beneden rollen? Dat vind je leuk, hè? En dan moet je hem even draaien, hoor. Kijk. Oh, wat goed. Dan ben ik 1,18. Ja, 1,18 meter. High five. Wauw, nog 2 centimeter. Dan ben je 1,20. Het staat ook niet te scherp. Bijna 20 kilo. Even goed kijken. Dus was ik de 20? Hey. 19 rond zag ik. 19 kilo. Ga je nu even de kleertjes aandoen? Die hadden we klaargelegd, hè? Even aankleden. Ja. Dan kunnen we ze naar beneden. Ga ze maar pakken. Pak je kleertjes dan. Ik zie ze weg. Zijn ze weg? Hoe kan dat dan? Kijk eens wat wij dan voor jou hebben. Hoe was je kleertjes kwijt? Wat is dat? Een majo. Een majo? Wat is dat? Een beetje lastig zo. Kom maar. Ja, heel goed. Ja, we hebben Sarah even onder de deken gelegd, want ze wilde heel graag dat ik het filmde. Maar we willen er niet bloot in beeld zetten. Nou, opgelost. Weet je wat het is? Weet je wat ik doe? Laat papa hem uit plastic halen. En dan kan jij verder kijken. Krijgt er ook wel eens uit, hè maar. Ja, het gaat erom dat je ook zo naar school moet. Dus dat we een beetje ook altijd op de tijd moeten letten. Wat is dat? Een shirt. Een shirt. En kijk wat papa heeft daar. Dat vind ik ook. Oh, die vind je niet leuk, toch?
Jawel, met een maillot en een shirt. Maar wat is dit dan? Dat gezichtje van jou. Wat zijn dat? Luizen aan elkaar vast. Je hebt een hele outfit. Het is nog te donker. Hoe moet je het licht aan doen? Vind je het mooi? Ja. Ja, ben je blij? Ja. Gaan we even een ontbijtje maken voor jou. Hé, en kijk eens. Wat staat daar? Een 6. Ja, want jij bent 6 jaar. Ja. Nou, gaan we je jaarfoto maken. Ben je er klaar voor? Hallo allemaal. Je moet hem een beetje verder. Nu kun je al 6. We hebben vandaag niet een rommel, maar alles is netjes. Versierd. Kijk. Yay! Feest! Ja. En de andere kant? Nee. Kijk. Wacht nog heel even. En even kijken. Ik ga je stoel een klein stukje schuiven. Ik heb heel beperkt licht en je mag echt even met je benen goed naar achter. Ik zie nu rare dingen ook een keer. Dat komt door dan met voetjes wat. Ja, flitsen. Ga maar een beetje variëren. Elke foto anders. Die is zo leuk, alleen je rokje zit een beetje eruit. Dus je beentjes gewoon. Moet hem even overleggen. Ja, dat is beter. Dat is leuk. Nee, oh, heel leuk. Blijf even zo zitten. Ja, mag ik heel even een stukje weg? Want dan kan ik even zo, deze hoek. Maar je ziet helemaal niks daar. Nee, net zoals net. Het lag je zo mooi net. Maar ja. Ik ben laag benieuwd dat je de klas erop gaat. Hoi allemaal. Het is vandaag een leuke dag. Heel goed, en het is donderdag. En dan zijn Sarah en ik ochtendzusjes. Ah, en wat zeggen we dan vandaag? Hyper de piep. Hoera. Hoera. Nou, dat kan beter. Hiep, hierin kijken als je wil vloggen. Hyper de piep. Arme. Hoera. Zo, ik thuis met mijn veel te zware boodschappen. En echt, oh, deze schoenen moeten uit. Deze schoenen lopen echt perfect. Dat zijn die pumps van Linea Zeta. Alleen, ik was even vergeten in alle haast dat die hakjes vervangen moeten worden. En dan lopen ze dus alles behalve perfect. Want heb ik mijn schoenen lopen vervloeken. Ik heb net allemaal de laatste dingetjes gehaald voor Sarah kindervraag vanmorgen. Dat was natuurlijk met eten. En dat moet in de vriezer. Dus dat gaat even puzzelen worden. In de auto, ik ga nu naar mijn nagels. En echt, je zult het vast wel horen, maar een wolkbreuk. Gelijk ook heel die auto weer te slaan van. Het is echt niet normaal zo hard op de kant. If you blow out, Anna. Zie ik niks. Ik ben wel blij dat dat tegenwoordig bij nog vroeger duurde dat echt heel lang. Dus als je bij je ouders achterin en die blower en was je volgens mij 10 minuten aan het wachten. Tegenwoordig is het zo in een paar seconden. Zijn je ruiten gewoon weer zichtbaar.
moest naar mijn nagelafspraak echt opschieten. Sarah ophalen op school. Ik wilde altijd op tijd staan. En ik was echt blij dat ik ging haasten, want er was een auto zo tegen een lantaarnpaal aangereden. Dus het halve kruispunt waar ik over moest, dat stond vast. Maar we zijn thuis. Dit zijn mijn nagels geworden. Ik weet niet of je het zo ziet, maar ze zijn eigenlijk parelmoer. Maar volgens mij, in ieder geval op dit schermpje, komt dat niet over. In het echt wel. En dit is zo schattig. Sarah is heel lief, de felicitaties. Ik had een foto van ons samen geplaatst vanochtend. En die is ze zelf aan het beantwoorden. Hé, Mop, kijk eens naar mij. Kijk eens naar mij. Het is geconcentreerd. Ik vind het zo schattig wat jij doet. Dat kunnen we wel zien, dat is zij. Ga ze maar wel even uitblazen, schat. Gefeliciteerd. Oeh, je mag een wens doen. In je hoofd, hè? Mag je niet verklappen. Oren dicht. Oh, oren dicht. En dan ga ik de taart snijden en heb ik voor jou post. Post wel. Dit is trouwens Sarah de tandenbakje geworden. En die heb ik net nog in de finish gedaan. Die heeft ook echt dagen staan drogen. Dit is de binnenkant. Die heeft ze ook een gezin gemaakt. Die natuurlijk had ze ingeschreven. Ja, op beeld komt niet alles zo mooi over als in het echt. Maar ik ga nu heel voorzichtig inpakken. Dan kan die zo wel mee. Wij gaan uit eten, maar we reden net naar binnen. Zagen we precies jouw broertje, mijn opa en oma en Katie. Ja. En nog een opa. Ik weet niet of ze in die auto zitten of ze achteraan rijdt. Ja, ik zag oom. Ik zag oom en Katie, maar ik zag niet wie er naast oom zat. Dat was volgens mij opa. Dat kan ook, en dat ja, oma met de andere auto is. Nee, oma zit achterin dan. Oh. Oma zat niet achterin. Katie, ik denk dat ze met twee auto's zijn, hoor. Ja, kijk eens wat ik voor je heb meegenomen. Wauw, dat is leuk. Lieve Sarah, je bent... Dat is een unie. Mijn dat je heel bijzonder bent. Geniet van deze dag. En laat jezelf in de water. Ja. Dat is leuk. Wat lees je dat goed. Volgens mij is dat kindje ook wel een beetje jarig, hè? Hoewel. Ja. Dat is voor samen. Oh, wauw. Krijg je samen met je kind een cadeau? Ja. En dan? Poppenkleertjes. Wat is dat nou weer? Poppenkleertjes. Een pakje met dit en nog een shirtje. Hey. Mooi. En in de goede kleuren. En wanneer kan een pop dat aan? Wat heb jij zaterdag? Hele feest. Dan kan je een pop aankleden voor jouw verjaardagfeest. In pastel. Ja. Nou, hoe leuk is dat? Nu mijn cadeautjes. Ja, is goed. Kom maar. Voorzichtig. Ja, echt heel voorzichtig. Dat is van Pavoni. Dit is een heel bijzonder cadeau, oma. Maar heel voorzichtig. Oh. Sarah, laat oma het maar even zelf doen, want met z'n tweeën heb je meer kans dat het fout gaat. Voor mij is ze een beetje zingrobbelig. Ja, dat zeiden wij net in de auto ook al. Ga maar even zitten, Mop. Als je tegen oma aanstoot. Dit zou zo zonde zijn als het kapot gaat. Dat is een cupcake. Nee. Nee, maar het zit ook heel moeilijk in. Nee, je kan het heel voorzichtig gewoon uitdraaien, hoor. Het is echt heel bijzonder. En dat is ik heb het gemaakt. Is het uniek? Ja, het is echt handmade. Ik heb het gemaakt. Het is heel breekbaar. Het is iets wat oma wilde, maar Sarah heeft het zelf gemaakt in plaats van gekocht. Wauw. Kijken of oma kan raden wat het is. Zijn er kwals? Zo lijkt het wel een beetje op de Pink Panther. Ja, maar je moet deel 2 erbij hebben. Dan snap je het. Hopelijk. Pas op, hè. Ik heb gehoord dat je heel voorzichtig moet zijn hiermee. Ja, vingertje, vingertje. Ik denk dat ik het weet. Ik had op mijn lijstje een tandendoosje gezet. Ja. En die heb jij voorzichtig gezet. Ja, kijk eens. Met
is een beetje een vlindertje. Ja. Het was een hartje toch met een gezichtje? Ja. Het is een hartje zo. Oh, een deksel. Wow. Ja, zo, daar heb ik ermee moeten helpen. Dat was echt een opgave. Ik vind dat zelf. Oh, wat een bijzonder. Ja, verder is het zelf. Ik heb met de vorm geholpen. Dit ook heel erg. Oh, maar ik ben toch helemaal niet jarig? Maar jij mag het meevieren. Jij was 6 dagen geleden jarig. Pas op de... Dus zij heeft ook nog iets voor jouw verjaardag gemaakt. Ik kon er even opzij. Ja, daar moet je echt ook weer heel veel voor de 18? Zijn. Zwinten. Met kijk eens. Min 2 jaar ervaring. Hoe? Een beeldje. Min wat? Met een beeldje. 20 min 2 jaar ervaring. Dit is een rivier. En dan een leuke cactus en een pizzaatje. Oh, mooi. Een rivier, een cactus en een pizza. Maar je weet ook precies waar ik van hou, hè? Pizza. Een cactus. Ja. Die cactus staat vast voor Fort Aventure. Prikkelbaar. Wie is je voor jouw verjaardag nog gemaakt? Het is een Fort Aventura pizza. Fort Aventura pizza. Dat is naar oma. Dat is je andere tandendoosje. Okay, voor mijn puntschap. Ook de mensstanden. Voor de kiezen. Wat jij voor me open, Sarah. Dankjewel. Nee. Zo. Wauw. Oh, die is hier. Kunnen we popcorn maken als je erbij bent? Oei. Dan kan je eerst even kijken of ze hem leuk vindt, want nu zo kan hij nog terug als hij hem niet leuk vindt. Hij vindt een hele leuke tas. Ga je maar voorzichtig van openmaken? Want ik wil altijd dat iemand zijn cadeautje wel echt leuk vindt. Maar het is geen gewone tas. Maar het ziet eruit alsof ik hem... Maar het is geen gewone tas, kijk maar. Hij is van slangen, ja. Oh, waarom zeg je dat nou, papa? Lekker over mijn vetjes heen. En Sarah, zal ik je wat zeggen? Ik neem het even om. Ik heb gewoon nog een cadeautje voor jou. En dit is een cadeautje voor... Morgen voor jou, van papa en mama. Maar die zijn wel heel erg mooi. Oh, lekker kak. Wauw. Dat zijn goede dansvormen op de disco. Nee. Ja, voor mij toch? Nee. Disco. Oh, maar deze kan ik ook wel naar werken. Net een duim in, Marco. Nee. Zo, doe je papiertje nu? Dat is nog niet alles. Nog meer? Vanmorgen is dit. Is dit feestje morgen? Ja, naar de disco. Is dat een tafelkleed? Nee. Oh, dat is leuk! Kijk! Ja. Ik zal er wel op. Heb ik toch genoeg gepakt? Anders vinden andere mensen dat niet leuk, hè? Is dat genoeg of wou je nog meer? Ietsjes meer. Oh, echt geen hand. Ja, wou je geen hand meer? Zo. Dat is wel. Ja, dank u. Nee, ik zit in de rest. Ik weet niet waar ik het heb gekozen. Mama ging al lopen te eten. Ja, ik deed ook. Je bent er nog op. Mijn volgende slachtoffer zit op dit moment tegenover me. Ken je dat hoe mannen heel onschuldig doen, maar eigenlijk... Kijk eens. Hij is een Jood. Ik moet iets laten zien wat ook heel grappig is. Ik ben een kip. Ah, vind je dat goed? Ik ben een kip. Dat ook niet lekker. Oh, dat is officieel. Ik geloof dat die helft niet, wil niet gebruikbaar zijn.
Mijn oorbel hoeft niet gestapeld te worden. Nee. Ga ik een ijsje halen? Ligt er aan waar je een oorbel hebt. Sarah, wel oppassen. Ik zal echt niet aan het trekken. Ik ga voelen zo ongemakkelijk. Staat dat op camera? Maar daar kan ik ook en oprecht even kort over zijn. Daar heb ik geen oorbel. Nee, kan je maar... Nou, dat noemen ze namelijk ook niet zo. Nee, dat noemen ze even anders. Ja. Ik ben al lang kwijt waar het over gehad. Heb jij een Albert of... Op meerdere manieren, nee. Marco zegt, ik kan ook ergens anders een oorbel hebben. Ik zeg, dat noemen ze geen oorbel. Er is er 2 jaren, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat zijn zij. Dat vinden wij alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Lukt het? Zo gaat die hele tafel vooruit in plaats van voor achteruit. Ach, kijk nou toch. Kuifje. Wild gaat ineens weg. Sarah, als je wil dat oom naar achter schuift, dan geef je hem gewoon een kus. Dan weet hij hoe snel hij naar achter moet. High five. Hey, nu valt het koekje. Ja, dat was riskant. Geef ik ze mijn koekje. Oh, waarom doe je dat nou? Is koekje gevallen? Heeft ook voor je gevoel. Gewoon niet in haar gezicht. Nee. Als het twee schilders zou zijn. Nee. Opa, wat heb jij voor wijsheid voor ons? Nou, zou jij me vervelen? Heel weinig. Trouwens, ik heb... Nou, serieus? Ik had nooit met jou moeten trouwen. Ja, stop maar, zeg. Ik krijg een lepel tussen mijn benen. Ik ben eromheen. Ik kan hem altijd wel klappen. Oh, moet ik hem een klap geven? Ja, maar je hoofd daar. Zo. Zo kun je ook een knuffel geven. Ja, nou, ik heb een lief. Deze moest hem even afleiden, zo. Gedaan, opa. Dus als hij vervelend is, moet ik gewoon een klap zacht doen. Nou, dat vond ik een flinke wijsheid, opa. Gewoon een druk. Kijk, opa, dan doen we zo. Opa, boks. Zijn we thuis en ik ga gelijk verder met nog wat voorbereidingen, want er moeten gewoon nog echt wel dingetjes gebeuren, speciaal voor dit weekend. Dus ik ga maar gelijk weer aan de slag. De tijd gaat zo snel als je bezig bent, dus ik ga heel snel de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen!